Goed mensen, we zijn aan de slag gegaan met het stilleven in toonwaarde. Ik laat ook even zien wat het eindresultaat is van deze fase. Alles draait om de appel, daar gaat het om. Dus die appel die is heel prominent in beeld. En dat komt met name omdat de achtergrond donker is gemaakt. Als je kijkt naar de lichterkant van de appel, hier, daar is de achtergrond donker gemaakt. Dus het contrast tussen de donkere achtergrond en de lichte appel is zo groot mogelijk. Daardoor krijg je ook diepte in je stilleven. Aan de andere kant heb je de donkere kant van de appel, daar is de achtergrond wat lichter gemaakt. Ook hier geldt dat contrast. Als je kijkt naar het tafelblad met de reflectie van de appel in het tafelblad, dat wordt straks een heel mooi effect. Maar ook het licht wat achter de appel doorvalt, hier op het tafelblad, zie je heel duidelijk, met de schaduw van de appel. Dat geeft ook diepte in het schilderij en je hebt ook een heel mooi sfeerbeeld van zo'n appel.